gezellig. Hoi. Bleekselderij. Ja, ik ben er gek op. Maar wat maakt het nou zo gezond? En wist je trouwens dat bleekselderij één van de goedkoopste superfoods is die er is? Nou ja, dit soort vragen en meer hoor, hoe het groeit, hoe het bloeit, ga ik vandaag beantwoorden. En ik ben hier in de Flevopolder. Ik ben op zoek naar teler Gerjan, want ik heb een missie. En het is, let's make bleekselderij great again. Gerjan. Hey, Hugo. Daar zijn we weer. Goed je weer te zien, man. Hallo, hi. Ik ken Gerjan al, maar je kunt hem ook kennen van de pastinaak. Maar vandaag gaat het over bleekselderij. Bleekselderij. En dit is hem. Ja, hij heeft wel een beetje weg van de pastinaak als je de eerste ziet. Het begint wel, hè? Ja. Dat wel, ja. Ja. En, nou ja, ik ken jou al. De oplettende kijker ook. Maar wat drijft jou? Wie ben jij? Ja, nou ja, ik zeg altijd, ik ben boer, maar ik hou me vooral gewoon bezig met goed en lekker eten. Met behoud van een mooie leefomgeving. En ja, dat betekent voor mij dat ik biologisch teel. En ja, de basis van biologisch is eigenlijk gewoon heel veel gewassen telen. Dus vandaar dat je er ook weer bent. Ja, ik kan bij jou blijven komen. Ja, want we vertellen heel veel gewassen. En die hebben allemaal een ander effect op de bodem. En daardoor ja, kun je eigenlijk zonder hulpmiddelen mooie gewassen telen. Dus omdat je veel verschillende groentes rouleert, dat is eigenlijk ook meteen bodembehoud. Ja, gewoon balans. Dat je die bodem telkens een gewas geeft wat iets aan de bodem kan geven. Dat je weer wat kan nemen. Ja. En daardoor eigenlijk gewoon balans houdt. Net als in ons eigen leven. Kijk. Zo eenvoudig het is het. Het is een samenwerking. Zo is het. Een sociale cohesie van planten. Ja, absoluut. Nou, ze helpen elkaar. Ik zal er even eentje uithalen. Oké. Als dat lukt, dan zie je dat hij eigenlijk uit een potje komt. Hij staat goed vast, dus dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Maar je kan nog zien dat het een potje is geweest. Zie je het? Oh, ja, ja, ja. En die is in de kas opgekweekt. Dus je kweekt hem op, dan als hij zo is? Ja, als hij net een beetje eruit komt, dan planten we ze netjes. Eigenlijk zetten we ze mooi zo op de grond. De grond is dan mooi fijn gemaakt, zodat die wortels er dan vrij snel uit kunnen. Ja, en dan gaat hij eigenlijk gewoon zijn groei pakken. Oké, en hoe lang... Ik ga hem weer planten, hoor. Ja, stuk kunnen we geen missen. Nee, precies. Iedere plant is er één. En hoe lang moet hij er staan? Dus... Nou, een bleekselderij heeft ongeveer 90 dagen nodig, maar het heeft ook een beetje met de tijd van het jaar te maken. Want 90 dagen. 90. Ga je naar het licht toegroeien, dan heeft hij wat minder dagen nodig. Ja. En ga je weer van het licht af, dus naar de herfst toe, dan heb je eigenlijk wat meer groeidagen nodig. Dus we planten echt, zeg maar, ongeveer terugtellend naar hoeveel dagen In etappes de plant nodig heeft. Ja, dat absoluut. Dat je constant vers kan leveren. Ja. Ik heb zin in een Bloody Mary. Moet toch eens denken op bleekselderij in. Ja. Je hebt er ook al een rij die al zeg maar 90 dagen heeft gestaan. Zeker. Ik durf bijna niet te vragen, maar doe het gewoon wel. Mag ik zien? Ik wil oogsten. Gaan we eens even kijken. En wat mij wel opvalt, ja. Het is hier nou, bijna nep zo schoon dat die velden zijn. Ja, we werken onder andere met GPS-gestuurde camera-schoffels. GPS-gestuurde camera-schoffels. Ja, dus die weten precies waar de plantjes staan en gaan er dan netjes langs. In plaats van dat ik heel erg recht moet rijden. Ja. Maar daarnaast gaan ze ook tussen de planten. Op basis van camerabeelden kunnen ze de onkruiden weghalen. En dan hoef je dus eigenlijk nauwelijks. En dan maken zij onderscheid van dit zie ik als bleekselderij laat staan. Ja. Dit herken ik niet, dat gaat eruit. Precies. Wauw. Ja. Dit zijn ze. Begint erop te lijken, hè? Begint erop te lijken. En die vezels, hè? Die draden. Ja, en dat geeft hem de kracht. Sommige mensen halen dat eruit. Wat doe jij ermee? Gewoon lekker knabbelen. Ja, toch? Ja. Zullen we gaan oogsten? Yes. Wat we doen is eigenlijk, we snijden hem netjes af. Daarom staan ze ook wat hoger op de grond. Ja. Eventueel een extra stengel aan de buitenkant trek je er nog af. En dan hou je eigenlijk de mooie frisse kern over. Kontje bijsnijden, buitenste bladeren eraf. Hatsa. Ik heb toch niet de snelheid, maar wel gezellig. Hi. Zullen we eens binnenkijken, Hugo? Ja. Bij het wassen. Let's go. Spider-Man. Wauw. Het is gewoon een fabriek op wielen. Eigenlijk wel, hè? Ja. Dus dit is de wasband. Ja. Dus nemen we vers water mee, zodat we eigenlijk op het land al kunnen wassen. En daardoor het product minder vaak vast hoeft te houden. Lekker fris blijft. Maar even het meeste zand eraf. En dan is hij eigenlijk gewoon klaar. Dan is hij eigenlijk gewoon klaar, ja. Mooi fris, schoon. Wauw. Pak. Dus als je hem snijdt, gaat hij ook gewoon, kan hij vanavond al gewoon naar de winkel? Ja, als de logistiek zo georganiseerd is, kan hij in principe gewoon verder. Ja. En wil je nou nog meer weten over de bleekselderij? Bijvoorbeeld hoe je hem bewaart en wat je er allemaal mee kan maken? Check dan gewoon even de link in deze video. Nou Jan, ik weet weer meer
Ja. Ik weet hoe die groeit, hoe die bloeit, hoe die geoogst wordt. Maar waarom is het nou zo goedkoop? Superfood. Nou, het heeft gewoon goede stof in zich, heb ik begrepen. Dus veel vitamine, vitamine C. Maar ook bijvoorbeeld vochtontdrijvend. Ja. Wat ik heb begrepen is bijvoorbeeld weer goed tegen hoge bloeddruk. Ja. Dus mijn vader knabbelt elke avond een bleekselderijtje weg. Ontstekingsremmend. Ontstekingsremmend. Ja, het leuke is gewoon een superfood van eigen bodem. Ja. Dus het ging makkelijk. Je hebt het gezien. Hij groeit ook relatief makkelijk. Planten 90 dagen gaan. En daar we go. Van Hollandse bodem. En overal in toepasbaar bijna. Ja, het is echt een allemansje vriendje. Maar je moet ook af en toe de overal krijgen. Ja, gewoon lekker knabbelen s'avonds bij de snack. Knabbelen s'avonds bij de snack. Of in een drankie. Hey, ik ben weer helemaal blij. Mooi. Super fijn. Nou, ik ben er helemaal klaar mee, dus... Je bent er klaar mee. Jij verder, hè? Jij moet weer door. Yes. Ik denk dat ik je nog wel eens ga zien. Vast wel. Veel gewassen, hè? Veel gewassen. Dankjewel, hè. Doei. Hoi. Het is dus waar. Dit is gewoon een goedkope superfood. Hij moet gewoon meer aandacht krijgen. Hij moet in de hoofdrol. Er moet een film van uitkomen. Hij moet zijn eigen serie krijgen, eigen kookprogramma's. Bleekselderij, de nieuwe ster van Hollandse bodem. Ik ga knabbelen. Tot de volgende.